die status van hem te laten doen. Quindi i miei segnali devono essere molto precisi e senza incertezze, perché sennò le trasmetto all'allievo. Dus de segnali in deze fase moeten heel duidelijk zijn. Moet duidelijkheid geven over wat je wel niet. In questo caso io sto cercando di lavorare con la sua parte debole. Dus ik werk vanuit aansluiting op de grens tussen midden en zwak. Quindi la mia parte media, dus mijn midden, con la sua parte debole, op het zwak van de leerling. Perché questo? Waarom? Perché nel momento in cui io faccio una pressione, omdat ik dan duw, per lui è più semplice passare. Is het makkelijker om het signaal te krijgen? Van ik word weggeduwd. Allora diventa evidente il movimento. Dan wordt het duidelijk voor de leerling hoe die moet bewegen. Oké. Invece, fargli passare solo la punta nella parte finale. Als je dat iets, als je het niveau op die manier iets verlaagt, dan is het veel toegankelijker. E se gli do invece la parte decisiva del... Als je zwak op de kom legt, zeg maar, roep je op. Lui sente che deve sfruttare la parte più forte. Krijg je dezelfde glijsteek als logische variantie. En daarop kan je dan weer reageren met toegevende parades of laat. Bravo. Molto bravo, molto bravo. Io cerco di abituare l'allievo a
toccare la stoccata di prima intenzione. Behalve de factor reboundability, zeg maar. Er zijn natuurlijk pogingen die mislukken en worden geweerd. En dan volgt een, in dit geval. Però devo anche abituarlo. Laat de steek mislukken en dan komt er daarna. Andreas, dan moet ik mijn leerling laten wennen aan het doorschermen, aan het doorgaan met de actie. Quindi abituarlo anche a essere reattivo sulla mia parata di sposta, quindi tirare, ok. Leer reageren op een onderschepping en door. Belangrijk onderdeel eigenlijk, mentaal onderdeel van vaardigheidstraining. Bene. Ook om te laten wennen dat het risico, of ja, zeg je dat, de angst wegnemen om risico te nemen. Allora, questa età io devo fargli capire all'allievo che se io paro lui deve andare a controparare. Yeah. Più avanti, quando diventa più grande, posso fargli capire che se io paro e sospendo lui può anche tirare una seconda volta. Die laatste, die hervatting met de parade, is meer iets voor een leerling die al de contrariepos beheerst. En dat is basis bij vooruit. Oh. De hervatting is voor iemand die zich ontwikkeld heeft. Oh, bene. Se poi troviamo un sistema di fargli capire che deve fare una posizione. Als het dan op een gegeven moment. Oh. Questa è una posizione. Komt ook de hervatting en positie aan bod en al die. Io sono starei molto attento a lavorare su certe situazioni un po' evolute con un bambino piccolo perché. Ciao, certo. Dat leraar moet oppassen om met situaties te komen voor de leerling die horen bij een repertoire van een gevorderde scherm. Perché può assumere subito degli atteggiamenti che sono sbagliati, cioè non tira mai la stoccata per tirare per colpire in prima intenzione, ma cerca solo. Dat je daarmee een soort directheid uit het spel haalt en direct te vroeg eigenlijk gaat naar een. Naar een tweede intentie spel. Treffers te maken. Oh, adesso lascio a lui un po' l'iniziativa. Io gli do solo il ferro. Nu krijgt de leerling iets meer vrijheid, eigen initiatief. Bene. Coordinazione. Thank you.
tempo. Quarta, seconda, dus verschillende handhoudingen, 4 en 2 op 8. En dat gecombineerd met een diverse afstandsvariant. Quello che è importante è che non ci sia sempre una misura standard uguale. Belangrijk is dat je steeds afstand staat. En ook op verschillende momenten dat gaat. Hier krijg je ook de toegevende parade tussen allerlei verschillende antwoorden op wat de leerling bedenkt, creëert de leraar een nieuwe variant. Oh. Is de leerling vrij om te kiezen? Of bepaalt hij het? Moet ik het vragen? Ja. Opzioni, definire. Sembra libero. Sembra libero. Hij lijkt vrij. Hij lijkt vrij, oké. Okay. Lui niet doet wat hij wil, dan lukt het lui niet. Lui si sente libero di farlo, però sono io che lo aiuto. Hij voelt zich vrij, maar de leerling heeft wel een vrijheid, maar hij legt het wel op. Van op, ja. Door zijn gedrag. Allora, ci possono essere situazioni in cui molto più semplicemente lui è libero veramente di fare quello che vuole. Ah. Qui è libero. Hier is hij vrij. Qui non è libero. Hier is hij niet vrij. Oh. Qui sembra libero, ma io lo... Lijkt niet vrij, maar ik geef hem toegang. Ja. Io l'ho costretto a fare quel movimento. Oh. Maar er is wel ruimte voor creativiteit bij de leerling, dat zie je duidelijk. Ja. Er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden. Fondamentalmente l'atleta dobbiamo riuscire a metterlo nella condizione che lui non sa che cosa farà nel momento in cui parte, ma sviluppa l'azione con quello che io cerco di fargli fare. Belangrijk is dat de leerling niet weet vooraf hoe het aan het eind zal eindigen, maar dat het gedurende de initiatie van de actie zich ontwikkelt. En dat bepaalt de leraar in hoge mate door zijn gedrag. Però quello che è importante, ma wat nu belangrijk is, è che sappiamo che cosa vogliamo fare, cioè vogliamo dare sensibilità alla mano. De leraar weet wat hij wil laten gebeuren. Se vogliamo dare sensibilità alla mano, noi dobbiamo essere in grado, maestri, di als we gevoeligheid van kling, dare dei messaggi, vaardigheid van de hand willen. Dan moet de leraar dus juiste signalen geven. Messaggi chiari. Leraar, in questo caso, con Matthijs, de bepaalde reacties worden uitgevoerd. Sono semplici. C'è la facilità di lavorare con un atleta come questo. Hier heb je natuurlijk het gemak, als het ware, dat je werkt met een leerling die alles kan. Un atleta come questo fa diventare bravo anche un maestro come me.
Dus, daar word je zelf als leraar, lijk je dan meteen heel goed. En daar word je blij van. Sono gli atleti che fanno diventare bravi maestri, non viceversa. Zijn de leerlingen die de leraar goed maken. Allora, se hai la fortuna di lavorare con una sensibilità superiore come ha Matthijs, va bene. Però bisogna saper lavorare anche con i bambini. Als je de mazzel hebt dat je werkt met een atleet als Matthijs, die een gevoeligheid heeft en ook heeft ontwikkeld, dan kan je natuurlijk heel hoog niveau halen in dit deel van training, vaardigheid. Maar je moet ook kunnen werken met minder begaafden en ook een lager niveau.